altijd voor VVV Venlo. VVV Venlo voor altijd. De steun en liefdesbetuiging van de fans van VVV voor hun ploeg. Die op een 13e plaats staat. En met 34 punten normaal gesproken hebben ze het dan voor elkaar om ook volgend jaar eredivisionist te zijn. Deze zijn meegereisd uit Doetinchem. Deze fans. En zij, de Graafschap 16e dus met 26 uit 30. Die kunnen nog wel een paar punten gebruiken. En als je naar het programma kijkt, dan is deze wedstrijd en de volgende, de thuiswedstrijd tegen FC Emmen, dat zijn toch de wedstrijden waarvan je denkt, daar zou het dan moeten gebeuren. Want de laatste twee zijn Vitesse uit en Ajax thuis. Zowel Ajax thuis voor de Graafschap. De laatste paar keren toch in ieder geval een punt opleverde. U ziet onder in beeld inmiddels de opstelling van VVV. Zonder Susic, zonder Post, zonder Seuntjes. Dat was tijdenlang het vaste middenrif van VVV. Geschorst, geblesseerd en gepasseerd. Dat is het verhaal van dat trio. Bertrams nog steeds de keeper, hoewel Heer de Jurius wel alweer terug is van een blessure. Knap snel terug is van een blessure. Matusiwa, hij is weer terug. Ontbrak in de wedstrijd tegen PSV. Dat is een heel belangrijke. En voorin Burgzorg en Benschop, met name de mannen in vorm. Matusiwa. Benschop. En de snelheid aan de rechterkant is misschien al een vroege opening. Narsing breed leggen of zelf scoren. Dat is een hele vlotte goal. Net iets meer dan een minuut onderweg. En Virgil Narsing met de 1-0. De eerste, de beste aanval voor de Graafschap. En het treft meteen doel. Optimaal gebruik gemaakt van de snelheid die onder andere bij Narsing aanwezig is. Joosten, hij net zo snel als Narsing aan de andere kant. Letterlijk aan de andere kant. Dat is een teruggetrokken bal. Daar komt Opoku niet bij. Lapa komt daar makkelijk tot koppen. Heel makkelijk tot koppen. Jeuli meteen door. Oh, wat makkelijk tussendoor gekomen. Narsing, Oenestal houdt zijn handen thuis. En weer is die paas van El Jebri op snelheid zijnde Narsing. Een goeie. Waar Jansen, de linksback, de nodige moeite mee heeft. Bal komt voor en wordt weggerommeld bij VVV achterin. Mlappa. Hard schot, zegt van Mlappa. Goede redding van Nigel Bertrams. Benschop. Burgzorg. Nu weer Vet, de diepste man. Burgzorg het schot. En het wordt nog even van richting veranderd. Vanuit het Oenestal geklopt leek. En natuurlijk is het een vervelend moment voor Van Brugge. Ik kan net een handje af van de trainer. Aardige opening trouwens van Seuntjes. Een heel aardige opening op Jansen. Joosten. Lindhorst. Joosten. Het schot volgt dan, is laag. Is een verraderlijke schuiver. Maar goed gepakt door Bertrams. Narsing. Is twee tegenstanders de baas. Goede bal voor Vet. En die komt niet tot een krachtige kopstoot. Mlapa. Lindhorst. Opoku.
Bertrams weer terug. Komt hij er langs. Mlapa uit de draai terug. Leggen Zeuntjes. Ja, Zeuntjes scoort. Hij wil dat iedereen weggaat. Hij wil dit feestje in zijn eentje vieren. Ja, die toch een klein beetje de P in heeft. Al een paar weken dat hij wordt gepasseerd. Maar nu als invaller. Laat hij Marie Stijn in ieder geval zien. Ach, dat wist hij natuurlijk ook wel. Dat Zeuntjes natuurlijk wel wat kan. En dit is een aardige kopbal. Een stijl voor gepakt. De kopbal was van Koen. En Mlapa bijna krijgt hij dat voor elkaar. Wat Narsing voorrust voor elkaar kreeg in de eerste minuut. Meteen een doelpunt maken. Narsing. Achterin neerleggen. Daar is weer Tutuarima. En Joost als laatste. En een hoekschop. De hoekschop indraaiend en Hoenerstal heeft hem. Daar zouden toch genoeg keepers in de Eredivisie gezien zijn. Niet Hoenerstal. Vorige corner was gevaarlijk met Straalman. Zover komt de bal nu. Owusu. Ja, snel rennen en verstoppen die bal. Kom je daarmee het stadion uit? Denk het niet. Denk het niet. Het is wel goed. Ja, onder je jas, dan ziet niemand het. Zo. Prima. Brusselen. Op Poku, Zeuntjes in één keer goed door. Op Reuseler, die komt er. Ja, buitenspel denk ik. Mlapa, hij tikt hem aan. Er wordt gevierd, maar hier wordt zeker en vast naar gekeken. Hier weggestuurd. Ja, Mlapa blijft erachter, dus dat kan geen buitenspel zijn. Mlapa geeft het laatste tikje. Nee, het is een goedgekeurde goal en dus staat het 2-1. En hij moet hem toch uiteindelijk inleveren, moet zich gewonnen geven. Is dit Opoku? Is dit Grot? Is het 1-3 of 3-1? En zo zet VVV de wedstrijd vrij vlot achter elkaar naar hun hand. Jansen. Wat de Zuber kan verdedigen. Zeuntjes namens VVV weer. Rutte. Hoe ver komt hij? Hij loopt nog tegen Matosiwa aan. En de vrije trap is voor VVV, omdat Matosiwa hem zeer nadrukkelijk opving. Het wordt Joosten. Laag op Poku. Ah, aardige variant. Een prima redding van Nigel Bertrams. Maar dat was wel aardig bedacht en prima uitgevoerd ook. Dat blijft even hangen. Poem. Joosten. Mlapa en Grot. Grot. Ja. Gaat een duel aan en dan is dat stevig. Joosten, prima. Neemt hij die bal mee. Weet hij die bal nog bij een ploeggenoot te krijgen ook? Ja, dan is het 4-1. En is het gedaan. Dan is het Rutte die 4-1 maakt.
De rechtsachter Moreno Rutte zorgt voor de 4-1. Ja, VVV Venlo. Het zal ook volgend seizoen weer in de Eredivisie spelen. Dat is wel duidelijk. De ploeg had al 34 punten. Er komen er 3 bij. 37. Daarmee degradeer je niet. Daarmee speel je geen na-competitie. Daarmee ben je gewoon verzekerd. Van ook een plek in de vaderlandse voetbalelite volgend seizoen. Hoewel het nog bijna 4-2 wordt door Van Mieghem. Ja, Lars Onderstal is natuurlijk een fantastische keeper. Waarbij het nog maar de vraag is of VVV volgend seizoen in de Eredivisie weer over Onderstal kan beschikken. Want hij is natuurlijk eigendom van PSV. Dat hem verhuurde aan de club. Waar hij vorig seizoen ook al speelde. Maar of dat volgend seizoen nog een keer het geval zal zijn. Dat lijkt me eigenlijk niet. En dus was dit een heel belangrijke zege voor VVV Venlo. Is dit een heel belangrijke zege voor VVV Venlo. En grote delen van de wedstrijd, eerlijk is eerlijk, zag dat er absoluut niet naar uit. We krijgen er 3 minuten bij. En als je de eerste 25 minuten van deze wedstrijd nog even erbij pakt. Of op de eerste kans na dan. Ook de eerste fase, de eerste 10 minuten van de tweede helft. Ja, dan was er eigenlijk maar 1 ploeg die aan het voetballen was. Dat was de Graafschap. Ser Arends. En dan is de wedstrijd gespeeld. Wint VVV met 4-1. Dat mag je behoorlijk geflatteerd noemen. Maar dit is wel een flinke dreun. Wellicht zelfs een mokerslag. Eentje die na zal blijven trillen. In de hoofden van de spelers en de begeleiders bij de Graafschap.